Waar het om gaat is wat voor soort proces is het. En dan natuurlijk, de consumenten die spelen daar een rol in. Is niemand in Amerika verplicht gesteld om in zo'n subprime woning te gaan wonen? Even terug. Het begint met dat bankiers aan mensen die eigenlijk geen hypotheek kunnen betalen, althans niet op de middellange termijn. Daar eindigt het mee. Dat is een essentieel verschil. Het begint ermee dat die mensen het geld hebben om het ter beschikking te stellen. En dat komt van bijvoorbeeld van Europese beleggers. En het begint die niet genoegen nemen met hun 3 of 4% staatsrente, maar die een hogere rente willen hebben. Dus die stelt geld ter beschikking. Ja, en dan gaan we zoeken naar een punt waar we dat kwijt kunnen. Nou, in het begin, daar speelt nog iets anders mee. Kijk, in Amerika, als je teruggaat, het probleem was natuurlijk dat een heleboel mensen in Amerika zich geen woning konden permitteren. En iedereen, de politiek voorop, vond dat meer arme Amerikanen in een woning moesten kunnen wonen. Nou, combinatie van beschikbaar geld, technieken voor banken om risico's te bundelen en daardoor beter te kunnen dragen, leiden ertoe dat die subprime-markt ontstaan is. En dat er een heleboel mensen die anders nooit een woning hadden kunnen krijgen, zijn in een woning terechtgekomen. Neem niet weg dat aan het eind van het verhaal gebeurde. Ze zijn in een eigen woning terechtgekomen, want in een woning waren ze al. Nou, niet iedereen, maar en de vraag is, waarom moesten ze nu per se van een huurwoning naar een eigen woning? Dat is de vraag. Nou, dat ze kwamen niet in een woning, want daar zaten ze. Nou, maar laat ik het dan zo zeggen dat u vindt misschien dat niet nodig was. Maar op het moment zelf... Daar laat ik me niet over uit. Maar het gaat erom dat het niet zo erg verstandig is om iemand in een eigen woning te zetten. Als je kunt uitrekenen dat hij, als het tegen zit, de rente en de aflossing op zo'n lening niet kan betalen. Aan het eind van het liedje was dat het geval. En dat is achteraf dom. En het interessante is dat dat altijd weer gebeurt. Dus de mechanismes zijn die van rooskleurigheid, doorschietend optimisme. Maar vindt u niet, meneer Hoogduin, even deze vraag. Vindt u niet dat bankiers daarin een verantwoordelijkheid hebben? Even deze vraag. Want u zegt van het is gewoon een klepel die dan weer doorslaat. Dat corrigeert zich weer en over 2 jaar zijn we er weer uit. Maar als u daar goed naar kijkt, zijn er ergens ook fouten gemaakt? Ja, hebben bankiers daarin een eigen verantwoordelijkheid die ze misschien een volgende keer beter kunnen oppakken? Ja, maar de suggestie is een beetje dat een bankier zo graag een aantal mensen erin luisteren. Maar de bankier zelf kost dit ook geld. Die doet dit niet voor zijn lol. Nee, maar zonder iemand die denkt van ik ga ze een aantal leningen geven die ik niet terugbetaal. Ja, maar we hebben net wel vastgesteld dat die bankier krijgt een bonus aan het eind van het jaar of misschien wel aan het eind van een kwartaal. En die focust zich op die bonus. En dan zal hem verder misschien wel worst zijn of die persoon over 2 jaar wel of niet de hypotheek kan betalen. Dat ligt daarachter. Dus die focust zich op de korte termijn. Ja, maar dat is het commerciële proces. Kees de Kort. We zijn in wezen in de steek gelaten door de toezichthouders op alle mogelijke fronten. Kijk, de accountants, die moeten een eerste soort dam vormen tegen al te creatief boekhouden. Nou, dat hebben ze niet gedaan. Accounts waren ook heel commercieel. Die hebben geprobeerd die bedrijven zoveel mogelijk ter wille te zijn. Dan heb je tegenwoordig de rating agencies. Die zouden ook een soort dam moeten vormen in termen van kwaliteitsbeheersing. Hebben ze niet gedaan. Die waren gewoon te koop voor een paar dollars. En last but not least, de officiële toezichthouders, de centrale bankiers. En we hebben dus de pech dat uitgerekend Alan Greenspan de grote man was een paar jaar geleden. Yes. En zijn filosofie was heel duidelijk. Wij als toezichthouders bemoeien ons zo weinig mogelijk met de bedrijven. Die moeten het allemaal lekker zelf oplossen. Terugtreden in de overheid als het ware. Laat de markt hun werk maar doen. En daar heeft zich niemand tegen durven verzetten. Want in de VS, binnen de Fed, waren er echt wel mensen die dit zagen gebeuren. Hebben de toezichthouders zitten slaan? Nou, Kees de Kort komt nu aardig in mijn richting langs, want hij heeft bijna iedereen nu schuldig genoemd. En in wezen is dat een proces wat gaande is. Enige die hij nog niet heeft genoemd zijn de media. Nou, die kunnen we er ook nog aan toevoegen. Maar weet je, het lijkt mij toch dat je de beloningsstructuur niet helemaal buiten schot kan laten. Want als je nou het voorbeeld neemt van Merrill Lynch, de topbestuurder is daar opgestapt. Nadat hij eerst over de geweldige winsten, tussen aanhalingstekens, die waren gemaakt, een uitkering had gekregen in de orde van 10 miljoen. Op een gegeven moment blijken die winsten geen winsten te zijn. Ze moeten worden afgeboekt. Hij moet vertrekken en krijgt vervolgens een premie mee, een vertrekpremie. En dan komt u vertellen van die bankiers vinden dat zelf ook niet leuk. Maar dat is het punt. Kijk, zij draaien niet op voor de gevolgen van wat ze zelf tot stand hebben gebracht. En dat is wat er verkeerd is. En een economisch systeem waarbij iemand kan spelen met het geld van een ander zonder daar zelf ook maar enig risico in te lopen. En als hij het helemaal verkeerd doet, zo erg verkeerd doet, dan krijgt hij een reuze premie mee. Ja, en dan vragen wij van dat het systeem, hoe is het mogelijk dat dit systeem dit heeft geproduceerd? Je kunt bij wijze van spreken voorspellen dat als je het zo inricht, dat het dit wel moet produceren. Antwoord van Lex Hoogduin. Meneer Van der Zwan loopt nu echt warm.
Kijk, over die bonussen, ik denk dat we daar... Dit was geen bonus, dit was een tantieme wat hij kreeg. Ja, wat hij ook kreeg. Het was heel erg veel. En ik denk dat een van de dingen, maar daar zouden we na de pauze over hebben, een van de lessen die je uit deze crisis weer kunt trekken, is dat inderdaad in die bonus- en die prikkelsystemen, daar moet je naar kijken. Maar ik wil ook nog een ander ding zeggen. Het is niet zo dat er in het bankwezen niemand hier last van heeft. Er worden duizenden mensen op straat gezet. Straks praten we over de oplossing. Dat doen we het tweede half uur. In plaats van verder aangejaagd. Ja, dat is allemaal een poging om die recessie weg te drukken. Komt die hier? Nou ja, die recessie zal in Amerika toch moeilijk tegen te houden zijn, denk ik. Die zal komen. En als die in Amerika komt, ja, dan komt die ook in Europa. Want aan Amerika zitten de Aziatische landen vast. En ook daar zijn wij mee verbonden. Je moet aannemen dat als er echt een serieuze recessie komt in de Verenigde Staten, dat wij daar de gevolgen ook van ondervinden. Niet onmiddellijk. Daar zit een time lag. Dus dit jaar zullen we dat niet zien. Maar ongetwijfeld zullen we dan meegaan. Even naar de zaak. Waar gaan we dit voelen? Waar gaan de consumenten dit dan voelen? Waar gaat het pijn doen? De huizenmarkt. Hè? We hebben het over de huizenmarkt in Amerika gehad. Daar doet het pijn. 1,5 miljoen gezinnen moeten uit hun huis. Dit jaar naar alle waarschijnlijkheid. Gaat het hier pijn doen op de huizenmarkt? Ik vraag het aan de zaal. Wie denkt, die maakt zich zorgen. Die gelooft dat die huizenprijzen, die natuurlijk toch echt de afgelopen 10, 15 jaar fors zijn gestegen, dat die naar beneden gaan. Ja? Ik zie daar een paar handen omhoog gaan. Slechts één, zie je. Slechts twee, drie. Het komt nu een beetje los. Ja, vier achterin. Ik ga eens even kijken of ik u kan vragen waarom u dat denkt. Zeker geen meerderheid. Waarom denkt u dat? Nee. Sorry, Fred Leeuw is mijn naam. Ja, ik denk dat we in Nederland misschien ook nog even de combinatie hebben met het fiscale gebeuren in Den Haag, zal ik het maar even simpel noemen. We kunnen moeilijk voorspellen wat precies in Den Haag gaat gebeuren en wie daar de komende jaren met de PvdA links versus rechts. Er is zo'n hypotheekrente af. Dat hakt er in. We praten geloof ik in Nederland over 10, 12 miljard subsidie in de vorm van hypotheken. Dus dat is geen kattenpis waar je het over hebt. Als je dat combineert met een beetje onzekere renteontwikkeling. Wie het weet mag het zeggen. Meneer de Tesjebel geloof ik dat de rente stijgt. Dat is dan niet geloof ik de verwachting in Europa. Dan is het natuurlijk niet ondenkbaar dat het gebeurt. En daar komt dan ook nog bij dat als je naar de beleggingshypotheken kijkt, dus mensen die het opzij hebben gezet om daarmee hun hypotheek af te lossen, als die verkeerde dingen hebben gekocht, dan zeg ik het maar even heel vriendelijk, dan zullen ze zonder enige twijfel ook bij goudgerande fondsen, denk ik, kijk maar naar de obligatiecrisis, die kunnen daar pijn gaan leiden. En dan is het moeilijk voorspellen of die sneeuwbal links of rechts gaat rollen. Kees, tekort wil reageren. Dank u wel. Wat mij nou wel intrigeert, we hebben het alleen maar over de mensen die een huis hebben. En misschien gaat de prijs al een beetje omlaag. Maar er zijn in Nederland hele grote groepen mensen die niet eens in de buurt van een huis kunnen komen. Die zijn gewoon feitelijk buitengesloten, omdat de minimumprijs te hoog is. Dus wat is in godsnaam het probleem als die huizenprijzen in Nederland als fors dalen? Dat is gewoon een hele grote groep Nederlanders. De kans om ook een keer een huis te kunnen kopen.